Beste studenten, deze video gaat over de waarde van vrijwilligerswerk. Vrijwilligers maken op tal van manieren waarde. Om te beginnen natuurlijk voor hunzelf. Het doen van vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld goed voor de gezondheid. Zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, geeft de persoon extra sociaal leven en is gewoon leuk. Maar vrijwilligers kunnen ook op andere manieren dan beroepskrachten waarde creëren voor de organisatie en de cliënt van de organisatie. Dat is het onderwerp van deze video. Om te beginnen is het belangrijk om uit te leggen dat we een verschil maken tussen vrijwilligers die directe en indirecte service bieden. Met direct bedoelen we dat die vrijwilligers ook daadwerkelijk met de cliënten in contact komen. Bijvoorbeeld in de zorg, als trainer bij de voetbalclub of als vrijwilliger bij Homestart. Directe service maakt waarde voor cliënten. Indirecte service is dan wanneer vrijwilligers hun cliënten niet zien, maar ze natuurlijk wel weten voor wie ze het doen. Dit zien we bij fondswerving, bestuurswerk en zoiets als collectes. Indirecte service maakt waarde voor de organisatie. Uit een onderzoek bij UNICEF Nederland, waar vrijwilligers dus in Nederland bezig zijn met bijvoorbeeld fondswerving en informatievoorziening, zien we 7 manieren van waardecreatie in indirect contact. Vrijwilligers worden gezien als geloofwaardiger, omdat ze niet betaald worden voor hun werk. Zij zullen echt vertellen waarom zij vinden dat het doel waar zij voor staan belangrijk is. Wanneer zij collecteren, doen ze dat niet voor hun salaris. Bovendien kan een grote achterban van vrijwilligers voor meer geloofwaardigheid voor de organisatie zorgen. Want als er zoveel mensen hun vrije tijd voor dit doel willen inzetten, dan moet het wel een goed doel zijn. De tweede waarde is het netwerkeffect. Een organisatie met veel vrijwilligers reikt diep in de samenleving, omdat alle vrijwilligers samen een enorm netwerk hebben. Dit kan veel deuren openen, want persoonlijk contact blijkt vaak effectiever dan koude verzoeken vanuit een hoofdkantoor. Een grote vrijwilligersgroep vangt 2 vliegen in 1 klap. Meer vrijwilligers betekent meer bekendheid, maar ook meer bekenden om persoonlijk een bijdrage aan te vragen. Een derde waarde is de diversiteit. Vaak is er veel variatie te zien tussen vrijwilligers. In ieder geval meer dan tussen beroepskrachten. In bijvoorbeeld leeftijd, interesse, scholing, professionele vaardigheid en persoonlijke achtergrond. Dat maakt de organisatie wederom breder ingebed. En bovendien zorgt de diversiteit voor een breed bestand aan vaardigheden en kennis in de organisatie. Nabijheid is een volgende waarde. Het is een soort combinatie van dat netwerkeffect en diversiteit en heeft te maken met identificatie. Nabijheid kan ontstaan door veel verschillende factoren zoals culturele achtergrond, gender, religie of bijvoorbeeld het spreken van een bepaald accent. Als vijfde, bron van feedback. Anders dan beroepskrachten hoeven vrijwilligers niet bang te zijn om hun inkomen te verliezen als ze kritiek uiten. Ontslag zal ze niet raken. Door deze onafhankelijkheid van de organisatie zullen zij eerder geneigd zijn kritiek te geven. Die eerder genoemde onafhankelijkheid zorgt er ook voor dat vrijwilligers eerder buiten kaders durven te denken en radicale ideeën durven te pitchen. Vrijwilligers hebben ook de luxury of focus. Dat erin dat zij meer tijd, moeite en creativiteit kunnen steken in het bedenken van die ene activiteit, nieuws of programma. Aangezien er over het algemeen geen manager is die ze zal vertellen dat het tijd is om naar een andere taak te gaan werken. Hierdoor zijn vrijwilligers vaak eerder creatief, innovatief en experimenterend. Gunfactor, jawel. Als laatste hebben vrijwilligers vaak een bepaalde gunfactor, die betaalde krachten soms missen. Dit omdat mensen eerder geneigd zijn om iemand te helpen die ervoor kiest zijn of haar vrije tijd altruïstisch aan een bepaald doel te besteden. Gebaseerd op een onderzoek in de jeugdzorg, directe service, zijn er 2 clusters van toegevoegde waarde gevonden. Het creëren van betekenisvolle relaties en het verrijken van de context. Betekenisvolle relaties ontstaan omdat vrijwilligers als veel dichterbij gezien worden. Ze worden gezien als persoonlijk betrokken, ze zijn informeler en ze zijn gelijkwaardiger aan de cliënt. Verder, vergelijkbaar aan een deel bij indirecte service, verrijken vrijwilligers de context van de cliënt. Zij brengen een ander netwerk, unieke diversiteit, vrolijke verrassing en zijn ook nog eens beschikbaar buiten kantooruren. Daarom als laatste, ter verdere illustratie van de waarde van vrijwilligers, indirecte service, een filmpje over de samenwerking van beroepskrachten en vrijwilligers in het bestrijden van laaggeletterdheid. Naar een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid. Op veel plekken in Nederland werken beroepskrachten en vrijwilligers samen om laaggeletterdheid terug te dringen. Een goede taakverdeling tussen hen is daarbij belangrijk. De CED-groep Rotterdam en Rotterdam School of Management deden in opdracht van het NRO onderzoek naar hoe beroepskrachten en vrijwilligers deze samenwerking zelf ervaren. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek delen we met jullie in dit filmpje. Beide groepen zijn over het algemeen tevreden. Beroepskrachten iets meer dan vrijwilligers. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat ze in de beroepskrachten een vast en zichtbaar aanspreekpunt vinden. Vrijwilligers vinden het prettig om voeling te houden met de taalorganisatie. Het is belangrijk dat training en intervisie maatwerk is en aansluit bij de behoeften en ervaring van vrijwilligers. Zo raken ze echt geïnspireerd en geïnformeerd. Vrijwilligers mogen nog meer als volwaardige partners gezien worden binnen de organisatie. Door hun directe ervaringen met taalleerders hebben ze namelijk een unieke en waardevolle inbreng. Er mag meer gebruik gemaakt worden van hun talenten, ideeën en netwerk. Organisatieregels, zoals niet bij deelnemers thuis afspreken en emotioneel afstand houden, kunnen voor vrijwilligers in de praktijk voelen als lastig en onnodig. Als taalleerders kleine kinderen hebben, is thuis afspreken de meest logische optie. En een band ontstaat er vaak toch tussen vrijwilligers en taalleerders. Daarnaast ervaren vrijwilligers dat een jaar vaak te kort is om een deelnemer echt op de rit te krijgen met de taal en zouden ze graag langer doorgaan. Soepelere organisatieregels, die rekening houden met hun ervaringen, kunnen het werk van vrijwilligers nog waardevoller maken. Vrijwilligers doen hun werk met plezier en trots. Waardering voor hun werk zit hem niet in betaling, maar in andere dingen. In serieus genomen en betrokken worden. In goed materiaal om mee te werken. En geen fotokopieën van fotokopieën. En bijvoorbeeld een klein budget om wat leuks te kunnen doen met een taalleerder. Vrijwilligers zijn geen onbetaalde beroepskrachten. Ze voegen iets extra's toe aan de organisatie. Als dat in kaart gebracht wordt, kan hun potentie optimaal benut worden. En als er binnen organisatieregels ook meer oog is voor hun ervaring, kunnen vrijwilligers en beroepskrachten zich samen nog beter inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen.